Robbie Hamout hier in Portugal. Afgelopen dag scheen de zon, maar vandaag is het even anders, hè? Ja, dat klopt. Vandaag een regenachtige dag. En ja, ik hoor dat het morgen weer beter wordt, dus ik hoop op een beetje zon, ja. Jij hebt de afgelopen periode veel blessure gekend, lange tijd eruit. Nu weer volledig mee aan het trainen, dat is een lekker gevoel, denk ik. Ja, dat is een heerlijk gevoel om weer terug op het veld te staan en met de jongens te kunnen trainen. Dus ik ben gewoon heel blij om weer bij de groep te zijn en weer helemaal fit te zijn. Gelijk ook weer de coachende rol op je genomen, zag ik, in de partijvorm jonge jongens aansturen. Ja, ik doe mijn best om die jonge gasten te helpen. En niet alleen de jonge gasten, maar gewoon het team waar je bij zit op dat moment. En dat probeer ik weer op te pakken, ja. Hoe bevalt het hier, het complex, de training, de huisjes? Ja, het bevalt op zich prima. Het is hier lekker trainen. We zitten hier heel rustig. De huisjes zijn oké, maar niet fantastisch. Ja, hoeft ook niet, maar... het is hier prima werken, dus dat is het allerbelangrijkste. Is het belangrijk om met de groep even eruit te gaan en een week hier te zijn in plaats van in Zundert? Ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is. Je bent toch hele dagen bij elkaar en met elkaar bezig. Voornamelijk over voetbal heb je het. En ik denk dat het heel goed is voor de teamspirit. Maakt het voor jullie persoonlijk nog uit dat er dan geen wedstrijd wordt gespeeld? Of zeggen jullie van nou, of we nou trainen of een wedstrijd spelen, het is in ieder geval fijn dat we hier zijn? Langs de ene kant is het goed dat je veel trainingen kunt doen en daarin ook bepaalde accenten kunt leggen. Langs de andere kant ben ik niet anders gewend dan dat je wel een oefenwedstrijd speelt. Dus wat dat betreft is het wel wennen voor mij. De trainer was zelf de eerste dagen geveld door een griepje. Het heerst nog steeds een beetje in jullie team. Wordt dat hem langzaam opgelost? Ja, volgens mij gaat het nu langzaam de betere kant uit met de trainer. Die was inderdaad behoorlijk ziek, 3 dagen geloof ik. Manu en Fabian hebben het ook te pakken gehad. Dus ik hoop dat het de volkomende dagen een beetje minder wordt met die gasten. En dat ze weer snel weer op het veld kunnen staan. Jullie hebben ook nog een uitstapje op de planning staan misschien. Weet je al iets daarover? Ik hoor dat we met jeeps gaan rijden of zo. Dus ik weet niet of het heel spectaculair wordt, maar we zullen zien. Wel zin in. Jazeker. Succes nog komende dag. Dankjewel.